Oh, een meisjesbloem. Goed gezien hoor. Pak hem, Rico. Oké. Er was dus helemaal geen Rico. Laat me los. Waar is Van Daal? Wie is Van Daal? Dat weet je wel. Jullie leider. Nooit van gehoord. Oh, niet liegen. Jullie verpesten het voor de inwoners als wel viel met het bekladden van gebouwen. Nou, doe je handen op je rug. Je bent zo'n enorme Herbert. Ik ben helemaal geen Herbert. Wat is een Herbert? Een watje. Iemand die heel saai is. Iemand die niet begrijpt waar de muurbloemen eigenlijk voor staan. En dat is artistieke vrijheid. Herbert. Of misschien ben jij gewoon een stuk tuig die midden in de nacht door de stad rent met zwarte kleding en een gek masker. En stomme dingen op de muren spuit omdat je een loser bent. Oké, dat spijt me. Nee, ik meende niet wat ik zei. Oké, hey, kom. Dat is gemeen. Oh, vader. Zo, ik moet er weer vandoor. Denk je dat je me een beetje gaat missen? Of mis je dit sleuteltje meer? Jij bent nog niet van me af. Je kunt nu ontsnappen, maar vroeg of laat zal ik je vinden. Nou, dan maak ik het je makkelijk. Ik zal morgen op je wachten. Om middernacht. Recht onder het bord van Swellview. Kom alleen. Alleen? Hé, wat doe je? Nee, niet doen. Dat is toch veel leuker dan vechten met mij? Nee. Misschien. Een beetje dan, dat weet ik niet. Doe het nog eens. Misschien doe ik dat wel. Morgenavond. Alleen als je alleen komt. Maar ik... Doei, Herbert. Je bent hier alleen, toch? Ja, ik ben alleen. Goed om te weten. Hey, ik weet niet eens hoe je heet. Je mag 3 keer raden. Hier is een hint. Veronica. Dat is een hele duidelijke hint, Veronica. Waar is dit voor? We beginnen met het grote Swellview-bord. Wacht, nee, ben je gek geworden? Ga je nu echt doen als een Herbert? Ik ben helemaal geen Herbert. Dit bord is eigendom van onze gemeente. En ik wil niet dat je er iets illegaals mee doet. Oh, dus omdat iets illegaal is, vind jij het meteen verkeerd? Ja. Ik ben een kunstenaar. De muurbloemen zijn kunstenaars. Hou je niet van kunstenaars? Tuurlijk wel. Maar waarom moet iedereen in Swellview gedwongen worden om naar jouw kunst te kijken? Waarom word ik gedwongen om naar gigantische billboards met advertenties te kijken waar ik niet om gevraagd heb? Zoals van advocaten en luiers. Misschien hebben sommige advocaten wel luiers nodig. Ik weet het niet. Misschien moeten we gewoon weer kussen. Het spijt me ontzettend. We zijn helemaal volgeboekt vanavond. Er is geen enkel tafeltje beschikbaar, mevrouw de president. Oh, het spijt me. Ik zag jullie niet, want ik was aan de telefoon met de president. Wauw. Ja. Oké. We willen graag naar het geheime ondergrondse restaurant. We hebben gereserveerd op Charlotte Page. Een momentje. Aha, hier staat hij en er staat een opmerking bij dat er iemand jarig is vandaag. Ik niet. Nee, ik ben ook niet jarig. Je krijgt een gratis toetje op je verjaardag. Dan denk ik dat ik jarig ben. Uitstekend, meneer. Deze jongen snapt het. Komt u deze kant maar op. Wat chillen deuntjes spelen voor extra fooi. Er komt vanavond maar 1 persoon. Hij is geen persoon, hij is een wereldster. Daar begrijp jij niks van. Wow. Ze moeten hun liftes repareren. Ach, je bent er wel aan. Denk ik dan. Als je hier werkt, wat ik niet doe. Hé, kijk, een piano. Dat klinkt goed, zeg. Ik hou wel van deze stijl. Met geld zeg je meer dan met woorden. We hebben hier een tafeltje voor u. Daar zo.
deze tent eigenlijk? Hij heet Voer. Dat is dom. Vindt u? En wat als Voer wordt gespeld met een U? Met puntjes erop. Zo is het wel cool. Cool gespeld met een U. Met puntjes erop. Die snapt het. Die gaat snapt het. Deze tent is gaaf. Het is zo privé hier. Ik weet het. Het is echt vervelend dat iedereen je aanstaart als je ergens heen gaat. Ja. Het is zo rustig hier. Alleen wij tweetjes. En die drie gasten daar. Moeten jullie niet ons eten gaan maken of zo? Eten staat er ook. Komt goed. Pauze. Hey vrienden. Hey meid. Hi. Welkom terug. En hoe was het toilet? Hadden jullie het nu net over mij? Persoonlijk zou ik dat nooit doen, maar Mika zei net dat ze vond dat je de missie hebt verknald. Hij wilde je afmaken. En daar heeft hij alle recht toe, omdat de slechterik dankzij mij is ontsnapt. Nou, jullie horen het. Ik weet hoe ik het weer goed kan maken. Wie heeft er honger? Nee, ik best wel. Wel, oké dan. Dan ga ik naar Hippopuree voor wat knaagjes voor onze maagjes. Klinkt goed? Oké, ik ga er naartoe. Stuur maar wat jullie willen. Je hebt geen telefoon! Bye! Knaagjes voor onze maagjes? Ze is duidelijk bezeten door schattenpatat. De veeprinses der vriendelijkheid. Typisch schattenpatat. Maakt gemene mensen altijd vriendelijk. Haar crush als de rol gehaald is enorm hoog. Nederlands, schot. Dat was Nederlands. Crusholsterol is een feromoon wat toeneemt wanneer je een crush hebt op iemand. Dus Chappa doet zo blij omdat ze iemand leuk vindt? Mm-hmm. Nee, ze doet blij omdat ze iemand leuk vindt. Hey, hi. Sorry dat ik stoor tijdens het blenden, maar ik wil Preston spreken omdat mijn vriendin hem leuk vindt. En ik moet hem zeggen dat hij moet stoppen. Wat doe jij nu weer? Hij is zo leuk. Hey, wat heb jij nou? Is dat Kristen? Dat is hem, ja. Hey Courtney, mijn haar is moe. Ik ga even pauze houden. Wegwezen, jongens. Nee, zolang je Kristen leuk vindt, word je nooit boos genoeg om je krachten te gebruiken. Dus ik probeer je krachten terug te krijgen en misschien ook Kristen's nummer. Wat? Dacht het niet? Ik zeg hem eerst. Maar hij is toch niet jouw eigendom? Ja, Kristen mag zelf kiezen wie hij wil. Wat? Vinden jullie hem nu ook leuk? Kijk, ik hoor geen label aanhangen. Maar weet je, Kristen en ik, we vijben. Die jongen heeft het gewoon. Hij heeft alles wat ik niet heb. Bij hem staan zacht haar en kootjes gewoon goed. Ik heb de afgelopen 4 dagen 50 smoothies op dankzij hem. Dus jullie gaan nu weg en laat me genieten van mijn Kristen! Henry, je moet me redden. Dat weet ik. En daarom ben ik hier. En daarom train ik wel. Dicht, Leeuwtje. Ik ben even druk bezig hier. Oh, gelukkig, het was maar een droom. Wat was maar een droom? Lippen! Je droomt over lippen?
Reuzenlippen, niet van jou. Ik werd achtervolgd in de gang van popcorn. Jij was er niet. Laat me met rust. Oké, maar je mobiel zit op je wang. Daar bewaar ik hem tijdens het slapen. Waar ga je nou heen? Ik moet er even kussen. Ik bedoel er van tussen. Ik zie je later. Ik bedoel, ik zie je later. Waar blijft die lift nou toch weer? Hallo, Charlotte. Ah! Je ziet er heel slecht uit. Ja, ik heb niet geslapen. Waarom niet? Ik heb een soort van privéprobleem dat ik wil bespreken met een meisje, maar blijkbaar is iedereen die ik ken een jongen. Je kent mij, Charlotte. Ben ik een jongen? Nee, daarom ben ik hier. Ik heb appels gemaakt. Vertel. Ik heb steeds dezelfde droom en ik word er gek van. Dat is grappig. Ik droom steeds dat ik van iemand een wachtwoord krijg, zodat ik hem geen pijn hoef te doen. Nou, mijn droom is meer een droom waarin ik bijna met een goede vriend ga zoenen. Op de lippen. Oh mijn god, Gasper. Is het mijn broer soms? Nee. Nou, dan is het Jasper, want meer vrienden heb je niet. Hot. Maar het klopt wel. Laten we zeggen dat het Jasper is. Rare droom, maar oké. Ja, en steeds als ik in slaap val, krijg ik die droom. En ik voel me heel raar als ik in één ruimte ben met... Jasper. Daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Mijn vriendin Marla droomde ooit dat Dickie haar bijna ging zoenen op het nachobal. Ja? En toen, de week daarna op het nachobal, ineens boom. Toen zoende Dickie haar dus echt op de lippen. Oh, kom op! Het is alleen maar een droom. Ik wil niets meer van je horen tenzij het een woord is van 8 tot 12 tekens met tenminste 1 hoofdletter. Hoe dan ook. Dat van Marla en Dickie is echt waar. Dus haar droom komt serieus uit? Ja. Yep. Dus tenzij je wil dat Jasper je daadwerkelijk zoent, moet je hem ontwijken. Hey, sorry dat het zo ongemakkelijk werd door mijn droom. Ja, maakt niks uit. Ik ben blij dat alles weer normaal is. En dat die leeuw je niet op had. Ja, echt hè. Zin in een weddenschap? Oké. Als ik deze bal mis, gaan we zoenen. Wat? Oeps. Wat gebeurt hier? Stil, Henry. Ik ben even bezig hier. Lippen! Wat? Zei je nou net lippen? Wat? Nee, ik weet niet wat dat woord betekent. Er hangt een mobiel aan je hoofd. Oh, ja, dat was, ik verwachtte iemand, dus ik had hem vast klaar, weet je. Waar blijft die lift nou? Hallo? Kan iemand me horen? Hou vol! Er is hulp onderweg! Schiet alsjeblieft op! Ja. Ik had voor die krokodil moeten gaan. Danger. Oh, wauw. Is Captain Mander ook bij? Nee, alleen ik. Oh. Nou, niet te enthousiast worden, hè? Schiet alsjeblieft op. Haal me alsjeblieft uit deze lift. Ik heb net een ooglaserbehandeling gehad en ik kan nauwelijks iets zien. Oké, stop met klagen en ga nu opzij, want ik kom nu naar beneden. Oké. Het is oké. Jij? Kid Danger? Ja, dat ben ik. Oh, mooi. Goed, dus je ogen zijn net gelezen. Kun je mijn hand nu zien bewegen? Een beetje, ja. We moeten hier wegwezen. Misschien kunnen we... Hey, kunnen jullie me horen daar? Ja! Ja, we kunnen je horen. Mijn naam is Robert Kirby. Ik ben de gebouwbeheerder. Hoi, Robert! Wie is daar nog meer? Ik ben het, Kid Danger. Serieus? Is Captain Man er ook bij? Nee. Oh. Ah. Hey, Kid Danger! Ja? Mag ik een selfie met je maken? Daar hebben we het straks wel over, Robert. Oké, maar niet vergeten, hè?
Zo'n 79 etages lager. Oh mijn god! Geen paniek, ik heb je vast. Klaar om naar boven te gaan? Ja, maar wacht nog heel even. Oké, maar we moeten opschieten. Volgens mij is deze telefoon van jou. Dank je, dat was geweldig. Ik ben nou helemaal niet bang voor dat soort tuig. Nee, ik bedoel, dit is al de tweede keer deze week dat je me gered hebt. Misschien wil je me daar dan nog een tweede keer voor bedanken. Je wilt me niet zoenen? Nee. We hebben eerder gezoend. Ja, maar dat was een vergissing. Luister, ik waardeer echt dat je me twee keer gered hebt. Maar? Ik ben verliefd op iemand anders. Oh. Maar ik ben wel het hulpje van een superheld. Weet ik. En je bent ook heel aardig en geweldig en alles. Maar ik vind... Hé. Hey. Ik snap het. Dank je wel voor je begrip. Tuurlijk. Maar die gozer die je zo leuk vindt... Die zou er wel heel goed uitzien, hè? Ja, hij is heel erg knap. En grappig? Aha. Super slim? Hij is slim genoeg. Dus, waar is die ontzettend leuke jongen die je zo graag wilde ontmoeten? Oh, het is... Die zit daar aan de tafel met dat coole blauwe jasje. Oké, dus ik blijf gewoon hier even wachten en dan wil ik dat jij naar die jongen loopt en zegt... Hoi, mijn naam is Pipi Hart. Ik wil mezelf graag even aan je voorstellen, want ik vind je namelijk heel... Ah! Er zit een enorm beest op de koffiebonen! Ja, moet je zien, het is een schorpioen! Ah! Oké, lieve mensen, laten we allemaal rustig blijven. Weet je, ik was altijd een bovengemiddeld goede tennisspeler toen ik jong was. Mag ik even? Oké, meneer Schorpioen. Dit is niks persoonlijks, maar toch game, set en smash! Wat was dat? Jackson! Snel! Wel alsjeblieft een ambulance! Waarom koop je geen beter tennisracket, gast? Oké, we moeten hem eerst onder dat ding vandaan halen. Weten jullie wat er gebeurd is? Ja, er was een grote schok. Ik ben de volwassene. Dus die slecht in elkaar gezette kast is net naar beneden komen kletteren, zonder enige te bewijzen aanleiding, voor zover ik kon zien. Luister, popper. Het is ook verdrietig en het spijt me dat je geen liefdesmeeting hebt gehad, zoals je graag had gewild. Ja, ja. Denk jij ook dat die verpleegster even lang is als ik? Ja? Dus? Neem me niet kwalijk. Mag ik u even iets laten zien achter die deur daar? Ja. Tuurlijk. Hey, wat doe je nou? Werk nou even mee. Ah, ik ben met mijn teamvorm. Wat is het nou net? Wat is er gebeurd? Nou, je hebt een paar lichte verwondingen opgelopen. Maar gelukkig waren wij hier op tijd en komt alles weer in orde. Ben jij verpleegkundige? Ja, absoluut. Maar je lijkt net zo oud als ik. Ja, nou, ik volg het junior verpleegprogramma, dus... Cool. Dank je. Hey, zit jij toevallig ook op Swellview Junior High? Ja, ja, sinds gisteren. Wow, hey, ik zit daar ook. Ik
ik ben Piper Hart. Jackson Bartel. Hey, zullen we misschien een keer iets afspreken of zo? Tuurlijk. Lijkt me leuk. Wauw, dit is een gekke manier om iemand te ontmoeten. Echt, hè? Maar wel leuk, toch? En heeft een relatie met iemand. Wacht, maar waarom is Chloe daar? Geen idee. Dat ga ik uitzoeken. Oké, maar denk aan de 1-meter-regel. Ik beloof dat ik altijd 1 meter uit de buurt blijf van Chloe en andere meisjes die mij wel leuk vinden, maar niet jou zijn. Dank je. Zeg dat nog eens. Hey jongens. En Chloe. Hey, lang geleden. Zo, ik heb gehoord dat jij en Bianca nu officieel een relatie hebben. Hoe weet je dat? We zagen jullie status-updates. Ja. Maar Chloe, zullen wij even praten? Tuurlijk. Actie! Willen jullie even weggaan zodat ik met Chloe kan praten? Henry, het is cool. Doe relaxed. Ik bijt je niet hoor. Juist, ik weet het, het is alleen... De 1-meter-regel? Ja. Luister, ik ben niet gekomen om weer met je samen te zijn. Oh. Nou goed. Waarom niet? Ik bedoel, waarom ben je dan hier? Oké, nou kijk. Ik weet niet of ze nog een seizoen gaan maken van Kinderen in het Bos. Ik dacht het wel! We moeten weten of Kevin is opgegeten door die beer. En of Darlene haar voet wordt geamputeerd. Jongens! Hoe dan ook, ik heb een manier bedacht om meer publiciteit te genereren voor mezelf. Wat ook goed kan zijn voor de serie en eventueel voor een nieuw seizoen. Wat is je plan dan? Ik plaats een bericht online waarin ik Kids Danger vraag als date voor het gehaktbal. Wat? En het wordt alsmaar leuker. Ik bedoel, ik weet niet of hij ja gaat zeggen. Ja, dat denk ik niet. Nou, daarom ben ik hier. Piper, ben je nog steeds voorzitter van de Captain Man fanclub? Ja, de Man-fans. Hoezo? Nou, ik vroeg me af of je me kon helpen bij een... Sorry, maar mag ik mijn tas en mijn jasje terug? Oh, tuurlijk. Ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik hier ben. Nee, dat is helemaal niet erg. 1 meter. Bianca staat zich daar af te vragen waar Henry is. En waarschijnlijk haat ze hem al. Zeg maar alsjeblieft wat ik moet doen. Nou, als je het zou doen zoals in die slechte tv-programma's... Ja? Dan vertel je Chloe een slechte smoes. Dan ga je weg. Oké. Dan verander je in Henry terug en zoek je Bianca. Ja? En dan blijf je gewoon de hele tijd wisselen tussen Kid Danger en Henry voor de rest van het... En gaat dat werken? Nee. Waarom niet? Omdat het ook nooit werkt bij van die slechte tv-programma's die ik heb gezien. Oké. Dan moet jij naar betere programma's kijken. Hey, Charlotte. Heb jij enig idee waar Henry is? Hij is al meer dan een uur te laat. Nee, sorry. Maar misschien kan Kid Danger de school wel doorzoeken om te kijken of hij Henry ergens kan vinden. Ja, inderdaad. Ik zal wel eens kijken of ik die Henry van jou kan vinden. Maar je weet toch niet hoe hij eruit ziet? Ja, dat is waar. Ik ga wel met je mee. Goed, nee. Ik bedoel, dat kan niet, omdat... Hey jongens, alles goed hier? Mm. Henry is er nog steeds niet, dus Kid Danger en ik gaan hem maar even zoeken. Oh, nou, ik heb wel meezoeken. Nee! Ik bedoel, dank je. Ik zei nog, doe het niet. Sorry dat ik zo laat ben. Wauw, je ziet er fantastisch uit. Waar bleef je nou? Nou, ik was hier eigenlijk al 2 uur geleden, maar toen kwam er een gekke gast met een rare broek en een masker en die besprong me bij de fietsenstalling. Dat meen je niet! Die gast heeft Kid Danger in elkaar geslagen toen Chloe en ik waren opgesloten in de kast. Wat? Ja, Captain Man heeft hem net meegenomen. Oh man, dat heb ik gemist! Nou,
Ik ben blij dat alles oké is. Ik ook. Dus, wat zullen we nu gaan doen? Ik wil graag naar een feestje. Met een heel mooi meisje. En een gehaktbal eten. Nadat de Eerste Kamer het heeft goedgekeurd, is er pas een wet. Ja, ze komt Ray vermoorden. Dan moet ze toch echt wat beter haar best doen, want onze man is pas net begonnen. Ik wil graag een sterk glas water. Oh, vertel me alles alsjeblieft. Waar leven jullie van? Oh, zijn jullie van koolstof? Heeft jullie planeet 100 met jullie? Wat is jouw naam? Ik ben Boos. Ha, wat grappig. Op mijn planeet is dat een speakerbedrijf. Ik word Clerp genoemd en ik vind je leuk. Oh mijn god, je bent precies wat ik altijd al wilde. Iemand die me leuk vindt. Ik verlang er naar jou te gribbelen. Ik weet niet wat dat betekent, maar gribbel maar. Ik was heel erg snel. Oh, eigenlijk is het wel. Het is goor. Ja. Echt goor. Moedig je haar nu aan? Hey, liefde is liefde. Woehoe! Dat woehoe joch maakt me ongemakkelijk. Is er een andere plek waar we privacy hebben? Ik ken een populair puree-café waar zeep op draait. Een genot voor allebei mijn magen. Wil je een ruimtegrap horen? Zeker wel. Oké, twee ruimtekippen hebben ruimteruzie om een ruimteaugurk. Dit wordt geweldig. Waarop de ruimteboer zegt, pak mijn proton alsjeblieft. Ik snap er echt helemaal niks van. Maar ik wil graag een beetje gibbelen, dus daarom lach ik. Kom dan maar door, knapperd. Mag ik dat waterstof die fosfaatoxide? Nou, dat hebben we niet op aarde. Maar ik kan water halen. Goeie ouwe H2O. Wat is er? Heb je pijn? Nou, mijn rug doet gewoon raar. Dan zal het wel gaan regenen. Luister, jullie proberen me allemaal te vermoorden omdat jullie stuk voor stuk verliefd zijn op Boos. Nee. Dat slaat nergens op. Alleen Mika is dat. Ik ben niet verliefd op Boos. Ik maak me zorgen om hem. Boos is zo gezond als een boorlap die zijn eigen vel heeft gegeten. Wat? Het gaat goed. Sorry dat ik laat ben. Oh, wat is het koud hier. Ja, er zit troep in de hoeken van mijn mond, maar ik haal het niet weg. Clerp, volgens mij laat je Boos snel oud worden. Daarom is zijn huid zo rimpelig en vallen als zijn haren uit. Dus, uiteindelijk eet hij zijn vervuilde rimpel uit en dan wordt hij herboren. Ja, dat is niet hoe het werkt bij mensen. Clerp, als je bij hem blijft, zal Boos sterven. Oh, het is oké, het is zo goed. Maar ik hou zoveel van hem. Weet ik, wij allemaal. En zij ook het allermeest. Ik zal je missen. Sorry dat ik je moet verlaten, maar als ik blijf, zit het universum binnenkort zonder een Boos. En van dat universum wil ik geen deel uitmaken. Ik ga jou ook missen, Clerp. Een lasagne voor de jonge dame. Oh, wauw, dit ruikt zo lekker. Ja, dat ruikt vet. En u wilde uw biefstuk echt rauw? Ja, man, zet maar neer, ja. Dank je. Deze heb ik niet nodig. Oh, oké. Smakelijk. Oh ja, moet je ruiken. Weet jij nog wie ik ben? Doei, Jasper. En ik ga jou even een lesje leren. Probeer eens een hoofd omlaag te duwen. Ja, wat doe je nou? Je
slaat me gewoon met een biefstuk. Wil je nog meer? Henry! Je doet echt heel raar. Doei, Jasper. Ja, doei. Hey. Waarom moest ik langskomen? Daarom. Ik voel me rot over hoe ons etentje is gelopen. Oh, waarom voel je je rot? Omdat je je als een beest hebt gedragen en me toen in de steek liet terwijl het restaurant in brand stond? Kom alsjeblieft binnen, dan leg ik het je uit. Vooruit. Ik heb je. Ik hoef geen hulp. Kom maar hierheen. Oké, ja, ik ben er. Cool. Nee, hier is de bank. Ik weet waar ik moet zitten. Ja, oké. Oké, zeg het maar. De reden dat ik zo raar deed in het restaurant. Ja? Nou, ik had een nare reactie op mijn speciale medicijnen. Een soort pillen, die neem ik voor mijn voeten. Waarom neem jij pillen voor je voeten? Daarom! Ik heb voetenschimmelsyndroom. VSS. VSS. Dat bestaat serieus. Ja, maar zoek het niet op. Oké, dus... En nu? Oh, nu gaat het weer goed. Want ik was net bij... Dr. Schwarzberg. Hier, voel het zelf maar. Geen haar. En kijk. Glad. Staat goed. Hey, het spijt me echt heel erg van ons etentje. Hoe dan ook, om het goed te maken. Wil je met mij uit eten? Ja, oké. Daar is ze! Allemaal kopdicht! Wacht. Zodra ik open doe, moeten jullie lachen alsof ik iets lolligs heb gezegd, oké? Oké. Lollig, lollig. Hey, Patina. Hoi, Jasper. Oh, kom binnen. Jasper, je bent zo grappig. Wat een prachtig huis. Dank je. Oké. Morgan, waar ruikt deze kamer naar? Het ruikt naar kashmir. Mijn pruimen. Het is heerlijk. Is er hier ook een kelder? Ik vind hem wel. Je bent prachtig. Dank je. Ze had het tegen mij. Wilde je de sherpa aan deze kant? Ja, dat is perfect. Piper, ik wou dat ik je met eigen ogen op Cactus Can kon zien. Oh, dan doe het. Ga met mij. Ik ben je date. Rustig aan, te snel. Jasper, ik wil heel graag met jou naar Cactus Can. Ga door, het werkt wel. Maar dat kan niet. Oef, gast, zij dumpt je net zo hard. Nee. Ik wil je niet dumpen. Ik bedoel dat ik zou gaan als ik naar buiten kom. Maar dat kan niet. Maar wat als het kon? Ik zie niet hoe dat mogelijk is. Ik ben allergisch voor lucht. Kid Danger! Wat? Oh god. Wat is er met Kid Danger? Hij is me nog wel schuldig. Echt waar? Echt waar, Jasper? Ik denk ja, ik denk echt niet... waar. En hij kan je beschermen. Tegen allergie. Nee, ja... Ik bedoel, Kid Danger heeft allemaal hele gave gadgets en zo. Ja, toch, Henry? Henry? Hoe moet ik dat weten? Omdat jij zo'n grote Kid Danger fan bent natuurlijk. Ja, dat boeit niet. Als ik jou garandeer dat Kid Danger je beschermt, ga je dan naar Cactus Con met mij? Garanderen is een groot woord. Jasper, dat zou geweldig zijn. Maar zou Kid Danger dat echt doen? Natuurlijk! Nou. Hij houdt van me. Houden van is een groot woord. Hij doet het! Jasper, echt ontzettend bedankt. Oh, dit is zo fijn voor iedereen. Hey, Jasper, kunnen wij 2 seconden praten? Tuurlijk! Cool. Mam, ik ga gewoon naar Cactus Can. Ik kan eindelijk eens het huis uit. Je kunt het huis niet uit. Je bent allergisch voor lucht. Maar Kid Danger
beschermen. Om 9 uur thuis. Wauw. Ik kan niet geloven dat ik eindelijk buiten mijn huis ben. Alles is hier zo echt. Ja, en je bent verlost van die rare verpleegster. Ik sta hier. Hoi. Sorry. Geef niet. Ik ben raar. Heeft deze tent ook een kelder? Ik weet het niet. Als er één is, vind ik hem wel. Hey. Jij bent vast Patina. Leuk om je te ontmoeten voor de allereerste keer. Ja, absoluut. Dude, gast. Dit pak is echt geweldig. Heel erg bedankt. Alles voor deze jongen. Maar waarom was je Jasper iets schuldig? Wat heeft hij gedaan voor jou? Ja, Jasper, waarom was ik je iets schuldig? Geen idee. Oeh, ring gooien op een cactus. Ga je een prijs voor me winnen? Oké, ik probeer het. Wauw, coole school. Dank je. Oh, Charlotte, Henry. Ik had jullie hier helemaal niet verwacht. Waarom niet? We gaan toch elke dag naar school? En hier zijn onze kluisjes. Inderdaad. Nou, ik wil jullie voorstellen aan mijn vriendin Courtney. Hoi, wat leuk om jullie te ontmoeten. Jasper heeft echt zoveel over jullie verteld. Oké, heeft hij jou bij de bushalte gevonden? En heeft hij je 50 cent betaald om te doen alsof je zijn vriendinnetje bent? 50 cent? Kijk naar! Is hij jouw vriendje? Nou, dat hoop ik wel. Ik heb niet voor niets 300 kilometer gereisd vanuit Flubberdam. Ik heb 20% van haar buskaartje betaald. Maar waarom ben je nu pas voor het eerst in Swellview? Omdat wij thuis geen logeerkamer hebben. Dus toen Charlotte zei dat ze bij haar kon logeren, heb ik Courtney uitgenodigd. Maar ik wist niet dat ze echt was. Nou, dat is ze dus. Wil je even aanraken? Nee. Ik bel mijn moeder wel om te laten weten dat je blijft slapen. Te gek. Super. Hey, wacht hier. Ik haal de jongens, want dan kunnen ze met eigen ogen zien dat je bestaat. Hey, jongens. Hey, jongens. Wauw, je lijkt me heel aardig. Jasper, bof maar met je. Dank je. Hij zegt lieve dingen over jou en Charlotte. Oh, Jasper is al jaren mijn beste vriend. En hij is gek op Charlotte. Ja. Wat bedoel je daarmee? Huh? Je zei dat Jasper gek is op Charlotte. Ja, je weet wel, ze zijn... Oh, nee, wacht, ik bedoel dat niet op die manier. Zijn er dan andere meisjes waar Jasper verliefd op is? Nee, alleen Charlotte. Oh, dus hij is wel verliefd op haar? Nee, ze zijn gewoon heel erg close. Oh, dat meen je niet! Hi. Nou, ik heb het gevraagd aan mijn moeder en ze vindt het geen probleem. Mooi. Oh, ik moet gewoon even naar de wc. Wacht. Ja? Luister. Ik weet dat Henry heeft gezegd dat Jasper gek op me is. Oh, nou, ja, dat klopt. Juist. Maar ik wil dat je begrijpt dat wij alleen maar vrienden zijn. Ik zweer je dat ik Jasper niet probeer af te pakken of iets wat daarop lijkt. Oh, nou bedankt. Ik vind het heel fijn dat je dat tegen me hebt gezegd. Zie je, ze is helemaal niet gek. Jullie moeten die excuses aanbieden. Nee. Ze doet nu wel heel aardig en zo, maar ik weet het zeker. Ze heeft hulp nodig. Ze lijkt me best aardig. Leg mij dan maar eens uit hoe die ventilator opeens naar beneden komt zijn. Blijf met je tegels van mijn vriendje!
nodig.